Wow, dat is wel een mooi blokje zo. Hey, hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Mortu en Serenaya spelen Fortress Craft Evil. En vandaag weer een nieuwe aflevering en vandaag gaan we er weer tegenaan en ik heb vet veel zin in. Ik heb er super veel zin in. Awesome. Hey, weet je, ik... Dit is echt misschien... misschien had ik het al veel eerder moeten zien. Oh. Maar ik zie serieus nu pas dat er aan je broek hangt gewoon echt zo dat scanapparaat en die gun die je bij je hebt. Ja, ja, wacht, blijf stilstaan. Je hebt inderdaad, je hebt scanner. Hier, die maar is dat altijd al zo geweest, of niet? Ja, ik dat heb is altijd zo idee. Geweest. Je let gewoon niet zo goed op. En druist ja, een kwartslagje naar links voor mij. Door jouw mooie pakken. Maar als je nu je gun pakt, pak je paintgun S of zo. Kun je dat? Dat is N toch? Of zo. Oh ja, ik dacht altijd gewoon shift en drukken en dan een scrollwieltje. Paintgun. Wow, oh my god. Dat... Kom je nu mee? Oh, dat wist je nog niet. Okay, nou. Oh man, de mensen hebben wisten we allebei iets nog niet. Ja, we staan hier vandaag op onze solar farm die deze laboratory powered. Powered. Yes. En we hebben een nieuwe defense, of de advanced defense, collect research. En we zijn missile defense, holy moly. Orbital power transmission en power grid, ultimate. We zijn ondertussen ook nog die bezig ultimate met... Ultimate zijn we al aan het doen. Die zijn we inderdaad hier aan het doen. Die is gewoon lekker bezig. Yep. Die kan wat meer power gebruiken. Maar dat komt helemaal goed. En wat we ook hebben gedaan, is we hebben... Oh ja, misschien moeten we deze... Is dit al een goed moment om deze laboratorium te gaan verplaatsen? Niet nu, maar dat gaan we straks even doen. Dat lijkt me wel goed. Oh, dat lijkt me echt een goed idee, ja. Ja. En verder hebben we dit geüpgrade. Dit is onze Research Pod Assembler Farm. Dat is een coole baan. Wat ik hier maak, PCB's. En hier maak je van met stamper plants maak je... Dus die platen. En dan heb je hier een 3-in-1 zipper merge. Dus die zorgt dat 3 van de ene en 1 van de andere er doorheen gaan. En aan de andere kant ook. Maar om nou te zorgen, want hier, hier komen de platen van rechts en de PCB's van links. En hier andersom. Dat het goed gaat, heb ik deze zipper merge heb ik op zijn kop gezet. Kijk, ik zal eronder klimmen. Kun je het zien? Zie je? Kijk, ik zit op zijn kop. Met het blauwe pijltje naar beneden. En hier zitten de blauwe pijltjes op de bovenkant. En op die manier gaat dat nog steeds goed. En verder, waar ik achter kwam, als je dit apparaat bouwt... Ja, misschien is het een beetje ambitieus om uit te leggen hoe dit precies in elkaar steekt. Maar ik denk dat als je een beetje zelf bezig bent met het bouwen, dat je er wel achterkomt. Maar als je dit maakt, zorg dan dat je zo min mogelijk storage hoppers gebruikt. Want die vertragen echt enorm je proces. Ik heb wel deze storage hoppers hier bovenin, zodat je halverwege nog items erbij kan voegen. Maar probeer ze min mogelijk op te slaan. Dat gaat echt sneller. Lopende banden zijn echt veel sneller dan het in- en uithoppers halen. Pro tip. Anyway, laten we vandaag... Oké, we hebben echt een super vol programma. Dus we gaan gewoon kijken hoe ver we kunnen stiekem komen. Zijn we een klein beetje doorgetecht. Want anders werden de afleveringen een beetje eentonig, waren we bang. Ja, we hebben gewoon echt zoveel te doen. Kijk, onze research points zijn namelijk nu bijna op. We hebben er nog 3. En dat komt omdat ik deze research heb gedaan voor minecarts. Yes. En ik ga niet precies uitleggen wat dit doet. Maar ik ga wel laten zien. We zijn vooral een beetje bezig geweest met allemaal leuk en aardig. Die verticale lopende banden aanleggen. Maar je blijft precies. Op een gegeven moment bezig. En het is ook gewoon. Ja, als je beneden niet kan smelten. Dan moet je. Als je echt meer spullen wil. Dan moet je ook voor elk materiaal weer extra lopende banden gaan aanleggen. En daar hadden we gewoon geen zin meer in. Ja, klopt. Dus we hebben onderzocht hoe goed die cargo lift is. Dat zie je hier. Die is niet zo goed. Niet zo goed als minecarts zouden kunnen zijn. En dat is deels omdat je een cargo lift kan maar één lift in. Maar minecarts hebben een groot voordeel. Ja, ik zal hier namelijk... Ik heb hier een paar experimentjes. Hier heb ik een simpel experiment. Minecarts kunnen gewoon meer op één baan. Dus je legt één keer de baan aan voor minecarts. En dan gooi je daarna zoveel karretjes op als dat je nodig hebt. En dat is natuurlijk ideaal. En wat je hier ziet is je hebt de groene, dat is de standaard. En de blauwe, dat is de... Sneller. Super sneller. Kunnen allebei 25 items in. En hier bovenin heb je een booster. Kijk hoe vet dit ding eruit ziet, jongen. Ik vind... Hij maakt ook best wel cool geluid. Niet zo cool als die blauwe minecart. Die heeft er echt heel veel zin in. Die doet echt... Ja, nee, ik vind dit wel echt een soort van Stargate, die booster. Die zorgt... Die versnelt hem dus. Beetje zoals de booster rails in Minecraft werken. Ook al mag geen Minecraft zeggen als we dit spel spelen, maar ik doe het toch. En ja, er zijn allemaal dingen die je moet hebben met die
met die minecarts. Zoals dit is het depot. Wat je doet, storage hopper, zet je aan het depot. En als je er dan een minecart in doet, heb ik er eentje bij me? Nee. Maar stel dat ik eentje had, zou ik hem in storage hopper doen. Doet die het hem in het depot. En de depot zet hem dan op de rails. En dat is super chill. Verder moet je opletten, want elke railsje en ook het depot heeft een groene en een blauwe kant. Dat is een beetje lastig als je kleurenblind bent. Goh, dat is best wel lastig als je kleurenblind bent, zeg. Dan kom je er misschien echt heeft hij geen modus? Soms op een bepaald moment dat dan in zo'n spel in dat je dat kunt switchen. Weet ik niet. Ik weet dat World of Warcraft dat wel heel erg heeft en dat heel goed gedaan is, maar voor deze niet. Maar in ieder geval, de karretjes gaan uit zichzelf, vinden ze het liefst naar de groene kant. Dus bijvoorbeeld hier zo. Als je het op de storage depot gaan ze uit de groene kant uit. En als ze dan hier opkomen, dan zeggen ze oké, ik ga nu de groene kant op. Maar ja, en dan het feit dat deze bijvoorbeeld de groene kant er tegenaan heeft staan, dat maakt dan niet zoveel meer uit, want hij heeft geen keuze. Maar als ze kunnen kiezen, gaan ze naar de groene kant. Pro tip. Nou, pro tip. Daar kom je snel genoeg achter, maar het is wel echt chill om te weten. Heb je nog spullen? Nee. De velkers zijn echt lekker bezig, spullen ophalen. Dus dat. En we hebben hier wat experimentjes gedaan. Enerzijds kijken we bijvoorbeeld hoe vaak je moet boosten. We hebben niet echt goede... Niet echt één getal of zo. Maar het blijkt dat boosten... als je een karretje boost, dan neemt de boost daarna af. Dus je moet hem gewoon elke zoveel tijd boosten. Als je wil dat ze sneller gaan. Niet en gewoon blijven gaan. Ja. Dat is in principe ook een beetje zoals het in... mochten we niet zeggen. In dat andere spel was waar je ook minecarretjes kunt bouwen. Yep. En wat je hier bijvoorbeeld hebt... Hier heb ik een kleine demo. Ik wil een beetje mee experimenteren. Hier heb ik een kleine demo. Dus hier hebben we wat hoppers waar wat spullen in komen. Wat iron bars in dit geval. En dit zijn de load stations. En dat is wel cool, want er komen dan... van die karretjes komen dan erin. En die worden dan net zo lang volgeladen... Die blijven dan net zo lang in die loadstation plakken totdat ze vol zijn. Dat is echt heel handig om te weten. En als er dan een ander karretje aankomt, die komt langs een loadstation, dan slaat die hem over als er al iemand wordt geladen, zeg maar. Dus dat is een goede manier om dat te regelen. En in dit geval hebben we er wat meerdere om een beetje capaciteit aan te testen en zo. Nou, dan heb je hier bijvoorbeeld een gate. Dit is de full gate. En de full gate zorgt eigenlijk voor dat... langs de rode pijl mogen alleen maar karretjes die vol zijn. Dus dat is wel handig, want dat betekent dat als ze hier aankomen... en ze kunnen bijvoorbeeld niet worden ingeladen om wat voor reden... dan mogen ze niet leeg naar boven. Alleen maar volle karretjes mogen naar boven. Nou, dan gaan ze naar boven. En dan heb je hier eigenlijk het omgekeerde. Hier heb je niet een full gate, maar een empty gate. Dus die zorgt eigenlijk voor alleen leeg karretjes mogen naar beneden. En een uitlaatstation. En die karretjes worden hier lekker uitgeladen. Wordt gecontroleerd. En dan worden ze naar beneden gestuurd. En die uitlaatstations die gaan in hoppers. Ja, dan wordt dan hier met een lopende band. Ja, en, op dit moment is het een soort knikkerbaan eigenlijk. Inderdaad. Maar het mooie is dat deze baan zouden we ook best, kun je ook best wel goed uitbreiden. Kunnen we misschien wel even... Is dat goed om te laten zien? Ik denk dat dat binnenkort wel gaat gebeuren in het echt. Ja, laten we daar nog even mee wachten. Maar dit is een beetje zoals je die baan op kunt zetten. En je kan dus... in dit geval heb je dus een uitlaatstation en een inlaatstation. En daar zou je achter zou je nog best wel een inlaatstation kunnen zetten. Geen probleem. Geen probleem. Dus dat heb je echt genoemd hoeveel het erin kan in zo'n karretje? Ja. Okay. Op dit moment hebben we er drie verschillende soorten. We hebben dus de groene, die is 25. De blauwe, die is snel, maar die is ook 25. En dan heb je ook nog een grote. Die is langzaam. Die is inderdaad langzaam. En 50, dacht ik. Of nee, die is volgens mij normale snelheid, maar wel 50. Maar ik denk dat het... Ja, goed. En wat verder dus echt een ding is met die minecarts. Hier, large. Die is paarsig. Paars. Daar moeten twee basic minecarts in. Maar die minecarts, die kosten organic rock. En al die railsjes, die gaan weliswaar krijgen de 25. Maar die kosten ook organic rock. En organic rock is best wel organic rock. Moet ik wel goed uitspreken. Is moeilijk om te krijgen, vind ik. Dus dat is een van de dingen die je niet zomaar kan automatiseren. Maar ik heb er... beetje over nagedacht. Ik heb niet echt super hard mijn best gedaan, maar ik heb wel wat om te laten zien aan jullie. Is het tijd om daar naartoe te gaan? Volgens mij wel. Ik ga daar naartoe. Druk op blauw! Woesh! Ik hoef niet eens te knippen. Die teleporters maken het wel echt heel makkelijk. Gewoon één keer door. Hoppatee. Niet de video editen. Wat ik heb hier namelijk... We zijn nu dus op min... 256. Dankjewel. Getallen opnoemen vind ik soms echt zo moeilijk, jongen. Het slaat echt nergens op.
Maar goed, wat ik dus hier heb, is onder andere onze crystal wordt hier gehaald. En natuurlijk komen hier is allemaal energievoorzieningen en lopende banden met oors die van beneden komen. Maar dat trekt dus van die camo bots aan. Vooral energiedingen. Oh, wacht, we hebben echt meer energie nodig, dude. Dat komt waarschijnlijk door mijn lab die ik bovenaan heb staan, of niet? Oeps. Oh, ja, dat zal het zijn. Die eet het allemaal op. Ja. Daar gaan we zo wat voor regelen. Anyway, die camobots worden dus aangetrokken door alles wat energie gebruikt, volgens mij. Volgens mij is dat het waar ze door aangetrokken worden. En dan gaan ze ook jouw energie lopen wegtrekken. Opeten. En daarom heb ik hier zo'n gun. Maar het mooie van die camobots is dat ze organic rock droppen. Dus dat is echt een van de beste inkomsten daarvoor. Echt renewable. Want je kan ze ook vinden in een cave. Zo'n organic rock. Het ziet er, ik zal even laten zien hoe het uitziet. Zoals gezien. Zo uit. Dit zijn echt organic rocks. Het enige nadeel is dat als zo'n bot wordt kapotgeschoten, dan dropt het hier op de grond. En omdat het ondergronds is, kun je geen falcors hebben. Je kan niet van die vliegrobotjes die items oppakken. Dat werkt niet zo goed ondergronds. Ik heb het geprobeerd. Maar wat ik dus gewoon niet wist, wat ik echt wel heel belangrijk vind, of echt een hele goede feature, is je kan die hoppers, kun je, nou, je ziet het, er wordt bovenin wordt allemaal spullen ingezogen. En het staat ook gewoon linksonder. Shift A to toggle the vacuum. Dat betekent eigenlijk, als je gewoon spullen hier laat vallen, dus bijvoorbeeld zo, dan legt het op de grond en dan gaat het gewoon. Ja, ga maar. Oh, ligt het nou precies tussen deze, ja? Misschien als ik deze weghaal. Die ligt wat dichterbij. Voep. Dan wordt het opgepakt door die hoppers. Ja, daar is die. En dat gebeurt ook met organic rock. En ik heb het net opgehaald, dus het zit er nu niet in. Maar dit geeft af en toe wat organic rock. En nog een andere manier om goed aan organic rock te komen, is natuurlijk gewoon die beesten kapot te schieten. En dan loop ik gewoon een rondje. Vaak kun je ze. Oh, zag je dat? Ja, daar zit er eentje in de verte. Dus dan zet ik mijn lampje op medium. Er zit er echt best wel veel nu zelfs. Goed opladen. Ik zit er hier ook twee, ja. Shablam. Meestal krijg je er wel 1, 2, 3 of 4. Dat is vaak wel echt heel chill. En dus het valt eigenlijk wel mee. Zo, ik denk dat het echt best wel makkelijk is om gewoon van, oh, ik heb even organic rock nodig. Ik had het laatst gedaan. Volgens mij had ik in een kwartier had ik iets van 100 van die dingen of zo. Dus prima. Je hebt niet zoveel nodig. 100 is wel echt veel. 100 organic rock. Ja, het zou dus wel te automatiseren zijn, maar dan moet je gewoon dan moet je daar ook weer moeite in stoppen, ja. Ja, gewoon met heel veel energie dingen ze waarschijnlijk aantrekken en dan heel veel vacuum hoppers en nou, misschien heeft iemand een supergoed idee, maar ik denk inderdaad dat je dat moet doen. Gewoon een hele lange, gewoon een lange baan met gewoon laser en dan misschien wat batterij of zo. Dan vet veel stroom er doorheen pompen. Ja. Je zou die stroom misschien zelfs terug kunnen pompen. Ik weet het niet. Ja, gewoon een cirkeltje. Ja, precies. En dan, ja, zoiets. Ik weet niet. In principe zou je gewoon een hele hoop energie kunnen opslurpen. En dan gewoon even de rondje sturen zonder dat je er ooit nog wat bij stopt. Dit is wel, nooit mij is het wel goed. Ja, het enige wat je dus wel, nou, dat is niet helemaal waar. Want je hebt dus wel van die turrets nodig om ze kapot te schieten. Dat kost stroom. Oh ja, die kost goed wat stroom. Yes. Nee, yes. Dat gaat ook niet werken. Maar ja, het zou wel te automatiseren zijn. Het zijn, ja, nou ja, goed. Dus dat is één ding. Oh ja, en je moet wel in de buurt zijn om die monsters in te laden. Dus je kan niet met AFK'en, zeg maar. Is lastig hier. Dat kan niet, namelijk. Omdat ja, je batterij loopt gewoon langzaam leeg. Omdat het hier zo koud is en je hebt die suit heater nodig. Dus dat is jammer. Gaan wij we gaan naar boven. Yes. Want Morten gaf net al aan dat het mijn karretje is een andere research. Het was erg leuk, alleen onze punten zijn wel op. En dat betekent ook wel dat we eigenlijk weer eens wat verder moeten, ook om nieuwe spullen te vinden. Het is een soort mantra. En daarbij hebben een aantal van jullie ook gezegd van, hé, jullie moeten verder gaan, dan kunnen jullie biomass vinden. En nou, dat heb ik dus ook gedaan. Ik ben gewoon eventjes doorgegaan met ganggraven. En ik heb ook al even een teleporter aangelegd, dus als we even zodra we weer boven zijn, zijn we zo weer op de goede plek. Nice. Ja, ik ben volgens mij ook al bijna boven. Het is best wel te doen. Ook al hebben teleporters wel echt de voorkeur. Hap T. Ja, ik ben er gewoon. Hoef niet eerst te knippen. Gaan we met de teleporter? Jawel, toch? Ja, moet je even eens kijken waar die. Ik heb hem als gewoon in die kist gelegd. Ja, hier. Moet even kijken welke het is. Uit elkaar houden.
Ik hoop dat er genoeg stroom is voor ons beiden. Oh ja. Het is niet deze. Oh, maar anders kan ik ook wel boven blijven. Want ik heb daar al die. Ik heb al wel een paar van die nieuwe blokken gezien. Maar ik heb ze nog niet gepakt. En dan kan ik ze hierboven gewoon gaan researchen. Oh, nice. Oké, want ik heb wel een toxic particle filter gemaakt. Dus het zou in principe wel goed moeten zijn. Oké, hier gaan we. Ik hoop dat je dat goed hebt afgesloten. Ja, oh, dat laat ook lekker in. Dat is chill. Ik hoorde een monster. Je moet wel een beetje oppassen daar, want het was echt een hele grote open cave. En ik heb toen ergens op een gegeven moment gewoon een platform gebouwd. En die is wel een paar lagen dik, maar je moet wel een klein beetje voorzichtig zijn alsnog. Oké, dan moet ik het spul gaan opsturen. Ik zou vooral kijken wat je kunt vinden. Toxic cavern stone. Oh ja, ik ga even wat licht maken. Er staat eventueel ook een crafting table en ook genoeg energie. Dus echt zuinig hoef je niet te zijn. Oh, hoewel ik niet weet of hoe het met die energie gaat op dit moment. Ja, nu gaat het wel goed. Ik ben vooral plantjes geef me research points, dus dat is goed. Oh, nee. Nou ja, die geven er 4. Ik zal ze direct even processen. Maar waarschijnlijk kun je 5 plantjes vinden. Maar van die blauwe uiteindelijk ook 5. Dan wel gewoon dezelfde plantjes zijn met een beetje groen erover. Ja, ze recyclen die textures. Laatjes. Geef ze groot gelijk. Oh ja, je hebt ze inderdaad geresort. Oh, ik heb een nieuwe die ik nog niet kende. Wat is dit? Is dit ook een nieuwe? Nee. Ja, gewoon een beetje hier researchen. Beetje dingen zoeken. Beetje researchen. We hebben wel een nieuwe... Weet je, ik ga wel even pingen naar Unknown Ore. Boep. Oh, ping en pinnaam sowieso gewoon. Ik... Meer spullen. Come on, spullen. Nee, ik zie geen unknown dingen. Misschien als ik wat dieper ga. Ah, heb ik nog een biomass gezien. Misschien hier vindt hij dat niet. Hier is nog een unknown ding. Oh, er zit hier best wel veel organic rock, lijkt wel. 1, 2, 3, 4. Hier, ik zal ze laten zien. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, wow. Best wel veel. Meer is beter. Ja, 25 per railsje. Maar er moet ook goed wat minecarretjes op. Want er kan natuurlijk 25 in zo'n minecarretje. Maar ja, als je van min 500 naar boven moet rijden, dan is je wel even bezig. Ja, maar ik zat te denken. 25 is toch wel prima? Zussen, ja, hoe hard halen die ore extractors nu spullen? Ja, het is gewoon een grote voordeel is gewoon dat als je, het maakt niet zo heel veel uit als we in het begin niet zoveel karretjes hebben. Je bouwt gewoon, je gaat er even een tijdje organic rock grinden en je gooit 20 karretjes bij en opeens gaat het veel beter. En als je lopende banden moet aanleggen, als je dan wil vergroten, dan moet je een hele nieuwe lopende band aanleggen. Ja, dat is wel echt waar, ja. Ook misschien een heel nieuw type of zo. Ik heb nog 2 dingen die je kan researchen trouwens, ik weet niet. Oh, ja, ik was gewoon eventjes aan het parcouren. Oh, leuk. Ping nog eens keer. 6. En dan heb ik uiteindelijk 6 plantjes bij elkaar weten te versieren. Ja. Maar ik dacht toch echt dat ik daar al van wat ene spul had gevonden. Of had gezien zitten. Ik weet niet welk ene spul je bedoelt. Biomass. Je hebt toch hier toxic... ja, maar het ligt ook niet op. Dus dat is raar. Ik ga gewoon even Is het wel unknown? Hebben we het niet gewoon al geresearched? En als je known doet? Ja, dat zou ik even doen. Ja, oké. Okay, oh ja, biomass growth, 1%. Dus kennelijk is het known. Kennelijk hebben we het per ongeluk. Ah, oh, maar dan is het wel jammer, want dat betekent dus ook dat we geen punten er meer van krijgen. Ja, wel al een keer gekregen hebben. Welke kleur zou biomass ore zijn? Wij lagen echt best wel een node, vlakbij de zeg maar het platform. Ik moet eerst maar eventjes zorgen dat ik... thuis kom, want mijn stroom is een beetje laag. En ik zie echt helemaal geen niks meer doordat alles zo sterk gelicht is. Wacht. Moet ik die kant op? Ik denk het wel. Ik ga het gewoon proberen. 1, 2. Nee, dat is de andere kant van het plateau. Oh, wacht. Dit is weer zo'n gebied waar het heel moeilijk is om te dubbelgrappelen. Grappelen mag je maar 1 keer. Ja, gelukt. Oké, laat ik even stroom opladen. Hoe moeten we dat aanpakken nou met... hoe heet het? Ik heb naar je toe gesprongen. Ik ga namelijk even deze kant oplopen. En deze kant, dat zegt ook echt niemand. Ja, deze kant. Ja, precies. Dat was Christa ook, man. Niet die andere kant, hè? Nee. Okay. Kun je er misschien een ping voor maken of zo? Dat zou wel helpen. Maar wat doet het biomass? Weet jij dat al? Want... Ja, je kunt daar fuel uit maken. Dus als je naar die jetpacks wil of naar zo'n... Oh, hier zit het.
naar boven. Okay, ik ga eventjes in hallo. Zie je mij als je naar boven kijkt? Ja. Als je daarheen, als je hier een beetje heen tp't, dan zie je het zo wel zitten. Tp't ook echt. Tp't, ik bedoel grappelt. Ja, ik denk dat het wel lukt. Nou, het wordt misschien toch een beetje lastig. Nou. Iets fanatiek. Ja. Maar waar gaat deze lift niet gewoon daarheen? Die komt er wel langs, hè? Waar ben jij? Huh? Oh jee. Iets ben iets lager. Oh nee. De lift gaat fout. Ja. Ja, dat gaat wel fout, ja. Zal ik je spullen proberen te pakken? Nou, dat zou ik niet doen, als ik jou was. Maar ik zie je wel. Een nieuwe particle filter halen. I can do this. Maak je geen zorgen. Oh, wacht. Mijn spullen zijn niet gedropt. Wow. Luxe. Okay, nice. Ik heb overigens ondertussen dus even een paar van die biomass growth gepakt. En we hadden het blijkbaar dus al geresearched. Hmm. Dus tijd om wel... Moeten we waarschijnlijk gewoon nog veel dieper voor nog meer nieuwe spullen. Ja. Wel gelijk, er ligt hier wel echt een wereld aan organic rock. Maar waar ben jij nou? Oké, ja, wacht, ik zoek jou wel eventjes op en dan zie ik je zo meteen wel. Ja, laten we dat doen. Yo guys, ik heb een... kijk, zo ziet het eruit als een... camo bot. Loopt de leech op je stroom. En dat moeten we niet hebben. Bam, dus we zo meteen even een turret hier neerzetten. Ga weg. Ah, wel organic rock gehad. Pew pew. Nu zitten er, ja, nu staan deze er. Prima. Sarah, ben je nog in de buurt? Yes, ik sta achter je. Nee, net als jij bij mij niet ingeladen, dus misschien ben ik bij jou nog niet ingeladen, want ik zie jou nu wel. Nee, ik zag je net heel eventjes. Nou, nu zie ik je, ja. Waar is die, waar is de biomass? Ik zal lampjes, ik moet even, als ik even een lampje kan selecteren, zo. Zie je heel veel lampjes daar? Daar is het. Oh, dat is het. Oh. Volgens mij hebben we dat inderdaad wel eens gezien. Het zijn wel heel veel lampjes, ja. Nou, deze lift zegt veel te ver. Die lift die gaat gewoon naar even diepetje, 64 over. Wow, dit is hier echt... je moet eigenlijk hier echt niet van afvallen, nee. Nou, dat kan ik wel beamen, ja. Gewoon naar beneden. Ja, had het toch geprobeerd. Het draait. Ik denk dat dit wel goed gaat. 1, 2. Wow. Perfect. Oh ja, dat is echt heel erg rood met groenig spul. De grote veen? Ik heb geen idee. En scan. Nee, dit is echt een... redelijk kleine. Nice. Oké, dus hier moeten we dan een ork tractor gaan installeren of zo en spullen. Is het belangrijk? Ik heb een ork tractor. Maar je denkt, voor mij van biomass heb je denk ik ook van die cutterheads nodig. Oh, maar ik heb wel... low-grade steel bij me, dus dat kan ik waarschijnlijk gewoon maken, omdat er hier een crafting table staan. Dan kunnen we het direct even doen. Nice. Ja, precies. En wat ik ook wel graag wil weten, wat wel handig is voor future reference, is welke kleur dit is als je hem pinkt. Oh, blauw. Dat is echt... Is dat niet dezelfde als... Oh, maar het is blauw gestippeld. Kijk, dit is volgens mij waarschijnlijk dan titanium? Ja. En dat omdat dit zo gestippeld is... Wacht, doe nog eens een keer. Oh, ik heb niet genoeg stroom daarvoor. Jee. Nou, je kunt vanaf hier wel bij de stroom. Ja, ik kan er net bij. Zo. Stroom. En ping. Ja, dus dit is zonder stippels en dit is met stippels. Super duidelijk verschil. Als je weet waar je naar moet kijken. Dus dat is goed. Nice. Oké, laten we dat even opzetten. Ja, en wat we ook moeten doen is straks even een beginnetje maken aan het... opzetten van die minecarts, want dat zou wel leuk zijn. Maar ik denk niet dat het zeg maar gaat afkomen in deze aflevering. Weet je wat, laten we gewoon eventjes een... ik ga wel even nadenken over een plek. Right man, het is tijd om te beginnen met het graven van de minecart shaft. En dat gaat nog wel een project op zich zijn. Maar ik heb deze unit gemaakt, de laser borer. En het is een multiblok, dus dat is altijd leuk. Multiblocks zijn altijd ideaal om in ieder geval een paar van je grondstoffen aan op te maken. Ja, inderdaad. Pam, 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 pam. Construction complete.
En je ziet hier dat er een hologram zit van een stormtrooper. Het zal een stormtrooper zijn. Alsjeblieft. En er moet... hij kan gewoon een corpse power houden. En er moet fuel canisters in. En als je hem aanraakt, pak je damage. Oeh, dat deed pijn. Dat deed echt veel pijn. Oh, wacht. Het is helemaal niet zo heel handig. Zo. Ja, ja, even vanaf de onderkant kijken. Want hier gaat hij dus mee lopen mijnen. Met dit ding. Dus het wordt echt ineen... Het schijnt echt heel snel te gaan. Ik heb het nog nooit gedaan. Maar dat schijnt echt wel kicker te worden. Maar daar moeten dus die fuel... High energy fuel... Niet zomaar fuel canisters, ho ho. High energy fuel canisters voor bouwen. Sarah, jij had er een idee over, toch? Ja, ik heb de ritjes dus gedaan. Want die kostte maar één punt. Ja. Dat is ook een multiblok. We hebben een refinery controller. En heel wat reactor fat components nodig. Dus we moeten even goed aan de advanced machine blocks. Oh ja, en hoe maak je die dan? De controller heb ik al. Advanced machine block is denk ik gewoon zo'n... Moet ik eventjes dubbel checken. Je hebt een assembler nodig. Hebben we die niet al? Ik denk dat we die vast wel hebben staan, maar we moeten even kijken wat daarin moet. Waarschijnlijk ook nog meer low-grade steel. Dit moeten we echt beter opzetten, want alloyed machine block is iets anders, hè? Yes, die zoeken ja, we niet. Ja, er zijn inderdaad drie van die soorten blokken. Dat wil ik nog wel laten zien. Ik wil het eventjes doen. Wat ik bijvoorbeeld hier heb gedaan. Bam. Schiet dat. Die zijn echt naar die wespen. Hoppakee. Weet je wat ik wil? Een upgrade voor mijn gun. Maar ja, dat is helemaal eventjes buiten wat we aan het doen waren. Wat ik doe is, hier hebben we dus de storage van al onze ingots. Is dat ik hier dingen aanplak om te craften. Dus bijvoorbeeld, ik heb hier van die stamper plants om koperplaten te maken. Stamper plants om tinplaten te maken. Een manufacturing plant voor servo's. En hier heeft Sarah gebouwd. Is wel echt deze wel slimmer. Is nickel en titanium gebruik je voor die machine blocks, hardened machine blocks. Daar worden heel veel van nodig. Dat is echt een hele goede sink ook, omdat hoeveel heb je nodig van allebei? 16 of zo? Of 8? Gewoon, er moet best wel veel in. Ik dacht dat het gewoon 1 om 1 ging. Oh. Eerlijk gezegd. Maar dat is niet zo'n goed verhaal dan. Maar... nee. Maar het is wel handig dat het gewoon automatisch gaat. Je hebt die ook bijvoorbeeld nodig om die buizen te maken. En die waren toen eerst heel duur tot Mortal kwam. En bouw gewoon deze machine en dan is het een stuk goedkoper. Wow. Dat is wel een mooi blokje zo. Wat? Als je hem zo... Als je hem op de lopende band legt. Ik had die blokjes nog niet op de lopende band gezien. Ah ja, inderdaad. Het ziet inderdaad wel cool uit. Maar het gaat wel snel dat maken. Dat is wel echt prima. Ja, dus dat hebben we nodig. Maar we hebben nog die advanced machine blocks. Ja, die nodig. Hadden we wel. Ik heb hem al gevonden. Hij stond helemaal rechts. En die heeft crystal clocks en low grade... Oh, hier. Helemaal rechts. Het. Ja, ik was al nieuwe steel aan het maken. Ik heb crystal clocks er al in gegooid. Dus als je die steel van daarnaast even bij kunt gooien, kunnen we nog wat bij maken. Wow, wat moet ik doen? Sorry, ging je snel. Yes. Ik had er moeten crystal clocks en low grade steel bar in. Crystal clocks had ik nog wel bij me. Ja. Maar die zit al, heb ik al bij de apparaat gegooid. Alleen low grade steel bars moesten nog gemaakt worden. En die is als het goed is bezig. Dus die kun je eventueel zo overhevelen. Hmm. Oh, wacht, hier zie ik ze. Ja. Oh ja. Misschien moeten we dat gewoon. Ja. Oh, eerlijk gezegd, ik had net er wat uitgepakt en we hebben er al genoeg. Dus. Oh, sweet. Ja, oké. Dus die moeten hierin en dan zo. Transfer? Transfer. En dan gaat dit ding. We knallen dit ding wel gewoon even hier neer. Zo. Vet. Nu al. Ja. En moet er dan in die refinery moet biofuel? Dat is wat we net gevonden hebben. Ja, die biomass, maar ik denk dat we ook nog empty fuel canisters moeten gaan maken. En die kunnen we misschien ook nog niet. Die misklik op dat laatste blok. Nee, empty fuel canisters kunnen we wel. We hebben alleen nog... Bam. Wel handig dat het wel duidelijk is wanneer die af is. No reactor vet connected. Ja, die moest er nog op. Dit is de controller. Oh, dit is het. Yes. Missing 4K biomass growth. 4K? Zijn er nou 4000? Nee, 4 keer. Oh, 4 keer. Oké, dus dit eraan en dan... Oh, maar niet, dan maakt hij plastic pallets. En dat moeten we niet. Wat willen we maken? Hij heeft de recipes. Kijk, als je erop kijkt, dan zie je dat hij nu op high energy composite fuel staat. En nu weer. Sorry, ja, de achievement zat in de weg. Oké, selected recipe, high energy fuel. En dan, missing 1 keer biomass growth, ja. Yeah. Alleen dat? Oké, maar dat heb ik wel. Dat heb ik gewoon bij me. Transfer. Oh, er zit nu geen power in. Hebben we nog solar panels? We gaan dit gewoon nu doen.
Ik had bedacht van, we doen het straks wel, maar we gaan het gewoon nu doen. Ik heb wel een paar lasers, laten we dit eventjes niet op een niet netjesse manier doen. Wat? Ja, oké, dat kan. Ik dacht, ik gooi er wat solar panels bovenop, dat is altijd wel prima. Dat is ook zeker prima. Ik heb meer lithium nodig. Ik pak lithium. Kijk eens. Oh, we zijn zo georganiseerd, jongen. Dat is wel echt goed. Die omhoog. Zonnepaneel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7? Nee, op. 3. Oké, dus dit ding heeft nu stroom. Yep. Oh, ik gooi het op dat ding. Oh, maar dat mag gelukkig. Gek. Ja, missing one keer empty fuel canister. Oké, nou, dan moeten we daar waarschijnlijk ook weer een machine voor bouwen. Want zo nee, gaat nee, dat nee, hier. Empty fuel canisters kun je... Ja, misschien kan je ze wel bouwen, maar ik zag dat ze ook in de crafting recipe zaten. Als je hier gewoon zoekt op fuel, dan kun je ze volgens mij bouwen. Oh, je hebt een crafter daarvoor nodig. Ja, je hebt helemaal gelijk. En dan moet je daar die ken... Hè? Oké, wat had ik nou nodig? Die ene nee, iron pipe heb je nodig. Daarmee kun je ze gewoon zelf maken. En die, daar moet je zo'n... zo'n andere machine voor maken die buizen kan maken. Maar die hebben we nog nooit eerder gemaakt. Maar wacht even, wat heb ik nu dan gebouwd? Een empty fuel canister crafter. En dit moet... Oh ja, dus dan kun je het automatiseren. Ja, en hoe kom je aan... Wat zijn nou over die pipe? Hoe kom je daaraan? Ja, dat is gewoon... Pipe extrusion plant. Bij die plaatstampers, daar heb je ook een pipe maken. Heb je die al gebouwd? Nope. Ik wel. Nice. Oké, prima. Weet je, laten we het gewoon hier neerzetten. Hopen dat het geen stroom nodig heeft. Zo. Dit lijkt alsof ik twee keer hetzelfde heb gebouwd. Maar oké. Als hij het doet, dan ben ik blij. Die. Iron hier op de hotbar. Plaats. Wacht, misschien kan ik deze gewoon eventjes demolishen. En dan... waar zijn mijn lopende banden? Hier. Nice. Die. Oké, dus er ligt een iron pipe op. Ja. Zo. En dan even voor de feedback. Hier nog een extra stukje lopende band. Ik weet dat het niet echt nodig is, maar... Oké, ja, dat is het al. Ja, dus nu bouwen van die dingen. Gaat het automatisch? Ja. Oké, sweet. Ga ik weer de hele tijd sweet zeggen? Ja, dat ga ik wel doen. Mag. Nice. Mag wel. In plaats van mag niet. Het is weer wat anders. Oké, en wat gaat dit... Oh, dit gaat nu daarheen transporteren. Oh, sweet. Ja, ik heb ook al eventjes het add remove dingen goed gezet. Maar we hebben nog geen... Dus oké, nu krijgt hij wel fuel. Ja, ik had er ook op gelet hoor. Oh, maar wat is die... deze dan? Dat hebben we niet nodig. Oh, daar was voor de... Daar wilde ik de iron pipes in stoppen eigenlijk. Iron pipes? Nee, je moet hem fuel canisters geven. Oh, sorry, de fuel canisters wilde ik erin stoppen. Die heb ik hier toch erin gedaan. Oké. Oh ja, dat kan missing ook. One empty fuel. Heb je 3 fuel canisters nodig? Meen je dat? Nee, want hij kan er niet bij, want hij staat toch niet er tegenaan. Hij moet bij de controle. Zo. Oh, sorry. Oh. Ja, kijk, heb je en dan zetten we hem daar neer. Ah. Bam. Waar heb ik dat eerder gezien? Ja. Gaat hij nu doen? Ja, hij is bezig. Yes. Oh, wij gaan zo op die lopende band komen. Ik heb er nu al zin in. Daar is hij. Helemaal mooi rood. Oké, gaat nu dit ook gewoon keihard exploderen of lijkt het maar zo? Oh nee, daar krijgt hij wel gewoon power van. Dus je hoeft hem helemaal niet de andere power bij te geven. Oh, hij is aan het draaien. Oh, guys. Hij was toch de hele tijd al aan het draaien? Misschien. Ik ben echt benieuwd wat er gaat gebeuren. Misschien moeten we gewoon wachten tot hij eerst 5 van die dingen heeft. Hoeveel van die canisters heb je gebouwd? Een paar. Oh, ik heb er ook nog 2. 8 of zo. Ja, hij eet ook aardig wat biomass, eerlijk gezegd. Is het al 3 oh nee, in? Valt wel mee. 1 maar. Dan komt de 4e. Wanneer zou die gaan? Als die vol is? I don't know. Laserbore. Dangerous. Misschien ga ik toch wel niet zo dichtbij staan. Ik neem ook wel een klein beetje afstand dan. Ik vind dat hij wel... Ik vind dat hij wel iets moet gaan doen. Ja, vind ik ook. Hij zit nu op... Oh, wacht. Ik heb me een nulletje verkeken. Ik dacht, het is 25.000. Oh nee, het is 250.000. Nee, moet hij dan helemaal vol zitten? Meen je dat? Nou, dan moeten we eigenlijk zo'n wachtmuziekje hebben. Ja. Moet ik dan dat nu gaan monteren daaronder? Oeps. Of gaan zingen, dat mag ook. Doe het lekker zelf.
Ik laat het altijd aan jou over. Ja, dat is dan wel weer verstandig. Maar, maar dit betekent dat even de mensen besparen. Ja, nee, ik heb ondertussen wat blokjes vandaan gehaald. Want als hij dan, zeg maar, gaat, dan slaat hij tenminste echt in één keer een goed gat. Maar hij zit nog niet vol. Ja, we kunnen er wel even op wachten. Zullen we dat doen? Ja, laten we dat doen. Yes. Alright, guys. We zouden genoeg fuel cans hebben, als het goed is. Laten we gewoon kijken hoe dat gaat. Kijk, oh, misschien mis ik het nu. Maar ik heb hier de productie van die... Oh ja, ik weet niet of je daar echt iets wijs van geworden bent, maar even een blik. ja, ik heb de productie van die empty fuel cans echt opgevoerd. En nu is het dus tijd om hier een gat in de grond te schieten. Hij gaat ook steeds meer lawaai maken. Mijn geluid is echt zo zachtjes. Laat ik het zo zeggen, ik vind hem steeds enger worden. Dude, ik weet niet of mijn geluid al aan staat überhaupt. Nee, ik heb wel. Mijn geluid staat wel aan. Check dat ding. Dit gaat echt, daar wil je echt niet onder staan, dan ben je echt compleet weg. Komt ie? Oké, hij is er bijna. Wauw. Wow, gat in de grond. Oh dude, nu moeten we dan... nu moeten we de toevoer stoppen. Want nu zit er dit gat in de grond. Maar kun je... Oké, okay, ja, dus hij staat... Bij mij is het nog steeds dat hij zoveel power heeft, ik weet niet. Ja, ik denk dat hij gewoon doorgaat tot hij klaar is. Dan is er één keer de power op. Hij zit nu op 120 diep. Want dan zegt hij bij mij, ik weet niet of het bij jou ook zegt. Wat? Nee, bij mij zegt hij 241. Bij mij zegt hij boring at 180 meter. Oké. Ja, voor mij gaat hij tot blauw. Dus hij zal hij wel tot min 256 of iets. Dan geef ik hem nog wel meer fuel canisters. Maar dan moet je even zeggen wat hij bij jou zegt. Want bij mij staat het dus niet goed. Oh, hij is klaar. Hij stopt nu. Oké, dan zet ik wel eventjes de verbinding dicht. Ik hoop dat er niet meer fuel canisters gaan. Oké, moeten we dan oppakken? Dit ging wel echt heel snel, vriend. Dat was echt chill. Ik ga wel gewoon even kijken hoe groot gat we hebben gebouwd. Of het even het gat instructeren. Oh ja, nou dat ziet er wel goed uit. Ja, dat hij gewoon echt helemaal naar blauw is gegaan. Wauw, dat was echt super snel. Dat is wel chill. Dit kunnen we nog een paar keer doen. En dan hebben we in ieder geval tot en met blauw zitten wel diep. Ik weet echt niet of je dat ook verder naar beneden mag plaatsen dan. Ja, dan moeten we dan even uitzoeken. Maar laten we sowieso een lijn naar blauw aanleggen. Dat is wel tof. Zelfs als we naar blauw kunnen met minecarts, dan zijn we al echt blij. Want dan kunnen we gewoon hoppers of met lopende banden naar blauw toe. Blauw is het sneeuwbiome, even. Ja. Oh ja, dat koude gebied bedoelen we daarmee. Ja, blauw. Ja, vet man. Oké, dus dat gaan we doen. We gaan al een stukje graven. En misschien ook al een beginnetje maken met het aanleggen van minecarts. Waarschijnlijk wel. Sterfwespen. Maar dat gaat wel doen voor deze aflevering. Geen idee of dit binnen de wel tijd wel heel was. Tof einde, man, met die piu 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 piu. Ja, maar ik weet niet of jij een dikke animatie zag, maar bij mij niet. Dus dat is... ik wel, helaas. Ah, oh, man. Het is wel, houdt het spannend, hè? Gauw snel komen spelen. Misschien zien we hem de volgende keer wel, wie weet. Anyway, dat gaat het doen voor deze aflevering. Ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. Laat alsjeblieft weten wat jij denkt dat er beter kan. Dan ben ik altijd benieuwd. Binnen Forgecraft, alsjeblieft. En ik hoop jullie allemaal te zien in de volgende aflevering. Tot ziens! Tot ziens!